Van harte welkom in de tv-studio van WLFM. Mijn naam is Jeroen Heideman en vandaag zit bij mij aan tafel Raymond Vlekken. Sinds 25 mei de nieuwe burgemeester van Weert. Toen werd hij geïnstalleerd, kreeg je de ambtsketen omgehangen. En vandaag zit hij bij mij aan tafel. Welkom. Ja, dank voor de uitnodiging. Ja. Laten we het zo meteen ook even hebben over de inhoud. Hè? Van waar gaan we inhoudelijk naartoe? Het lijkt me toch ook heel erg bijzonder om even kennis te maken. Gewoon wie je persoonlijk bent. Ja. Mij werd verteld, 29 augustus 1966. Waar bevinden we ons? Dan bevinden we ons bij de geboorte van deze jongeman. Ja, en waar is dit? Dat is in Heerlen. En voor iedereen die daar in die buurt bekend is, dat was de Vroedvrouwenschool. Wel gelegen in de gemeente Heerlen, maar het was gewoon een zeer bekend instituut waar zeer veel kinderen geboren zijn. Ja, en heeft u broers of zussen? Ik heb nog een zus. Ja. Ja. Hey, en dan gaan we, als je kijkt, hè, wat mensen zeggen, de periode als je een jaar of 14 bent, dan is de periode die het meest gevormd heeft. Waar bent u dan? Dan ben ik op het Bernardinus College in Heerlen, Atheneum A. Ik was echt een alfamannetje, dus dat met wiskunde, natuurkunde en dat zag ik allemaal niet zitten. Wel, de talen die zag ik enorm veel zitten. Dat is ook later nog gebleken dat ik daar wat meer interesse in had. En ja, dat is een mooie periode geweest. Ja. In Heerlen en omstreken een zeer bekend college. Is er een periode uit dat moment, een jaar of 14, 15, zijn daar momenten waarvan u zegt dat heeft mij echt gevormd tot wie ik nu ben? Of is dat allemaal pas later gekomen? Nou, ja, ik denk dat dat lastig is. Maar Bernardinus had wel een drukte wel vanwege hun filosofie. Vanuit het Bernardijnen, de Franciscanenklooster, was er ook aan verbonden. Ik heb ook les van paters, deels van paters gehad. Mm-hmm. En mijn vader heeft bijvoorbeeld ook op die school gezeten. Werd je wel op een bepaalde wijze klaargestroomd om, laat ik zeggen, na het VWO de volgende stap te nemen. En wat je dan wel vaak hoort is dat wij van de middelbare school afkwamen met een goede basis, een goede ondergrond. Ja, dus normen en waarden, dat zat allemaal Dat zat daar heel stevig ingebakken, ja. Dat klopt. Ja. Ja. Als je dat nu, maak even een stapje naar nu. Nu zou vergelijken met het onderwijs van nu. Wat zou uw voorkeur daarin hebben? Ja, dat is een beetje lastig. Hè? Want dan zou ik het moeten vergelijken. En ik zit daar dus nu niet. Nee. Kan alleen als ik naar mijn kinderen kijk, dan kan ik daar wel een beeld bij houden. Ik denk dat het wel allemaal wat soepeler geworden is. Maar wil niet zeggen dat daardoor de kwaliteit van het onderwijs verloren is gegaan. Nee. Het wordt anders aangepakt. Omdat ik denk ook dat we in een ander tijdsbestek leven. Kinderen zijn bijvoorbeeld, mobiele telefoon is eigenlijk. Ik durf tegenwoordig bijna te stellen, je wordt geboren met een iPhone in je hand. Ja. Die leven ook en die groeien ook op met dat medium. Dan moet het onderwijs daar ook omheen aangepast zijn. Ja, je moet daar wel dan ook, laat ik zeggen, denk ik, als je dat als een kwaad zou beschouwen, moet je van dat kwaad ook een deugd maken. Ja. Ja. VWO gedaan. Ja. Ik denk daarna rechten. Ja, heel goed. Ja. Maar dat kwam eigenlijk, ik wilde wel eerst eigenlijk naar de Nederlandse Politieacademie. Oké. Want daar had ik zelfs met een hele vakkenpakket op afgestemd. Maar toen ben ik met 17,5 gekeurd. En toen werd ik toch iets te jong bevonden. Dus dan moest ik het later nog eens proberen. Maar ja, om dan heel lang te blijven wachten, had ik niet zoveel zin in. En toen ben ik rechten gaan studeren in Maastricht. Mm-hmm. Was het een bewuste keuze om in de buurt te blijven? Nee, dat niet. Het was wel zo dat in Maastricht staat bekend om het probleemgestuurd onderwijs. En op een of andere manier voelde ik me daar thuis bij. En is ook gebleken, want ik ben daar vrij makkelijk doorheen gekomen. Ja. Omdat er ook heel veel zelfstudie bij was. Ja, en dat ging me goed af. Ja. En daarnaast kon ik dus allerlei activiteiten ontplooien, zoals bij de voetbalclub. Maar ook bijvoorbeeld postbode. Ik ben in die hele periode postbode geweest. Ja, leuk. In Heerlen. In Heerlen. Ik had ook een vaste wijk. En zaterdagbesteller. En het was toen nog een overheidsinstantie. Dat betaalde enorm goed. Ja. Dus daar was ik heel erg blij mee. Ja, dan studie afgerond 21, 22? Ja. En dan meteen aan het werk? Of? Ja, nou, ik ben wel nog in de Maastrichtse periode. Had je Erasmus-project, zo heette die. Daar kun je naar het buitenland gaan studeren. Dat heb ik dus ook gedaan. Ik ben ongeveer 3/4 jaar heb ik gestudeerd aan de Universiteit van Trier
in Duitsland. Yeah. En daar heb ik gestudeerd aan het Instituut voor Umwelt en Techniekrecht. Het had alles te maken met milieurecht. Ik moest daar een scriptie schrijven. Waar ik daarna ook niks meer mee gedaan heb. Dus het was de keuze vanuit interesse? Of was het een keuze vanuit, dit is ook wel handig voor mijn carrière? Nou, het was ook een mogelijkheid om... Ik heb niet op kamers gewoond. Dus het was misschien ook wel eens even goed. En dan wel gelijk dan extreem. Om dan meteen in het buitenland te gaan. Plus er was nog iets bij. Wij konden toen kiezen uit 3 universiteiten. Dat was Trento in Italië. Lancaster in Engeland. En Trier. En mijn Duits was behoorlijk goed. Is het nog steeds. Tenminste als ik de Duitse contacten mag geloven. Ja. En... ik wilde wel iets begrijpen van wat er verteld was. Want degenen die in Italië gingen en die hadden dus helemaal niet die Italiaanse taal geleerd. Dan heb je het toch wel heel lastig als je colleges volgt om dat te kunnen volgen. Ja. En dan had ik zo, ik had wel zoiets van, en dan wil ik het wel verstaan. Engels, dat zou ook nog kunnen. Ja, Lancaster. Ja, dat had gekund. Maar ik voelde me toch sterker in die taal. Ja. En zo is het gekomen. Daarna ben ik gelijk doorgestoomd naar militaire dienst. Ik ben bij de Koninklijke Marechaussee geweest. Oh, ja, natuurlijk. Als dienstplichtige. Dat was toen nog in die tijd. Was een van de laatste zo'n beetje. Ik heb daar de opleiding gevolgd. Maar ik heb ook meteen gezegd van op het moment dat ik een baan heb, ik weg. Ja. Dus je komt dan altijd heel snel uit dienst. Nou, dat heb ik ook gezegd. Ik zeg, ik zal niet tot last zijn, maar als ik de kans heb, ben ik ook verdwenen. Nou, wat deed je bij de Marechaussee? Ik was, ik heb dus gewoon de basisopleiding, wat elke dienstplichtige Marechaussee kreeg. Toen werd heel snel al de vraag gesteld of ik niet naar de roekenafdeling wilde. Dat was reserveofficier en kader. Maar dan moest ik 16 maanden dienen en stiekem had ik al vooruitzichten op een plek in de advocatuur. Dus ik was helemaal niet geïnteresseerd om nog langer te blijven. Ja. Dus ik heb dat vrolijk afgewimpeld. Zo van, gaan we even niet doen. Ja. Want in die tijd, in mijn militaire dienstplicht, ben ik uiteindelijk gestationeerd in Den Haag. En eigenlijk was het mijn taak om deels ook diplomaten te ontvangen. Ik heb op het kasteeltje van Seyss-Inquart, Prinses Juliana kazerne, heb ik stafvak ben ik geweest van de bevelhebber van de Nederlandse landstrijdkrachten. Oh, okay. En men dacht, die man komt uit Limburg, die man heeft in Duitsland gestudeerd. Met die Duitse taal komt hij wel overweg. Dus als er iets met Duitsland was, dan werd ik ingeschakeld en moest ik daar de begeleiding doen van generaals die dan naar het ministerie gingen. Of op locatie met de hogere legerleiding. En uit die periode is mij wel één ding bijgebleven. Ja, dat was mijn volgende vraag dan. Ja. Maar dat kan ik u wel vertellen. Dat is, ik heb live de inval in Kuwait meegemaakt. Dat is heel vreemd. Wij wisten al 24 uur van tevoren dat het ging gebeuren. Mm-hmm. En wij moesten dus naar huis bellen dat we op oefening gingen. En men vond dat thuis al heel vreemd, want ik was nooit op oefening. Mijn vader is overigens nog steeds van mening dat ik niet in dienst ben geweest. Want ik heb nooit in een tentje gelegen of weet ik wat. Mijn vader is van mening dat ik zo'n beetje salonsoldaat geweest ben. Ja. Nou, ik vind het prima. Ja. Wij moesten toch net doen alsof we gewoon niet bereikbaar waren. Want de oorlogsdreiging was heel erg groot. We hebben zelfs meegemaakt dat midden de nacht heel veel militairen terug zijn geroepen van, laat ik zeggen, de hogere rangorde. Mm. Inclusief de buitenlanders, want er zitten ook heel veel buitenlandse legerofficieren in Den Haag. En daar hebben wij meegemaakt hoe de inval plaatsvond. Ja. En dat was toen heel, heel straf, heel streng. We zijn toen ook zelf je gaat dan naar een oorlogsgradatie toe. Dus dat betekent ook dat je met munitie scherp ging lopen en dat soort zaken. Want we waren een van de weinige dienstplichtigen die met scherp liepen. Mm-hmm. Dat betekende wel dat ik elke week zo naar de Waalse oppervlakte zo'n beetje moest. En de truc was dan moest je een politiecircuit schieten. En dan als je de woensdag niet haalde, dan moest je vrijdags teruggaan. Dus iedereen zorgde wel dat hij die woensdag dat gehaald had. Want je had geen zin om het vrijdags nog... Maar wat hield u over aan die periode? Wat blijft u... Wat, nou ja, ik heb daar wel... Die gedachte aan, hè? Wat mij daar enorm veel van bij is gebleven. En ik zeg het ook vaker van... Als dat daar goed mis was gegaan... Hadden we zo in een grotere oorlog gezeten waar heel veel partijen bij betrokken waren geweest. Ja. En dat zet je dan wel aan het denken van, ja, dit is echt wat nu gebeurt. En het kan zomaar overslaan dat de wereldmarkten zich ermee gaan bemoeien.
En dat is ook gebeurd. Maar het had veel groter kunnen uitpakken. En dan zie je hoe belangrijk het is dat wij allerlei instituten ook hebben die vrede bewaren. Ja. En dat we daar ook erg trots en dankbaar om mogen zijn dat we dat nog steeds hebben. Ja, zeker. En dat maak je dan heel kort bij mee. Ja. En dat neem je ook mee in je leven. Dan maken we stap naar de advocatuur. Ja. Rechten gedaan, van daaruit verder. De ambitie was politie. Advocaat geworden. Wat voelde dat dan als een stapje minder? Of was dat ook iets waarvan je zegt, nou, toch ook heel blij mee dat ik dat heb gedaan? Nee, maar op een gegeven moment was dat idee van het politieverhaal weer weg. Oh, okay. Dus ja. Het was niet zo van, dan heb ik daar die keuze gemaakt en dan ga ik daar vol voor. Mm-hmm. Gaandeweg vond ik het nog steeds leuker worden. Ja. Het was wel in de opleiding heel helder dat ik toch graag in de advocatuur terecht zou willen komen. Ja. Wat is het bijzonderste moment wat u heeft meegemaakt als advocaat? Of de bijzonderste zaak waar je bij betrokken bent geweest? Er zijn wat stevige zaken bij betrokken, waar ik betrokken ben geweest. Dat varieerde van strafrecht tot huurzaken tot faillissementen die ik behandeld heb. Is iedere zaak daarin even heftig of ernstig van waarde? Of zijn er ook zaken waarvan u zei, ja, dit doe ik er wel even bij? Ik denk toch, ongeacht welke soort zaak je hebt. Je hebt te maken met, met een cliënt, met belangen, met emotie. De ene keer is het een wat minder heftige zaak. De andere, op het andere moment is het veel meer. Ik denk zelfs dat het soms veel meer emotie is dan de rechtszaak zelf. Mm. Laat ik het dan maar zo zeggen. Ja. In het begin heb ik er wel vaker wel eens over nagedacht. Van, ik was maar 23 jaar advocaat. Ik was een van de jongsten in dat gebied. En ik heb toen heel veel echtscheidingen in het begin mogen doen. En achteraf denk ik wel eens van, was dat niet te jong? In die zin, mensen zijn daar vol in emotie bezig. Je komt eigenlijk net... Precies. Je hebt zelf nog geen gezin. En dan zit je mensen die je vader en moeder zouden kunnen zijn, voor te houden. Juridisch kan dat allemaal kloppen wat ik vertel. Hè? Maar... Nu, achteraf heb ik daar zoiets van, dat was misschien te jong. Ja, misschien worden. Had je het dan op een andere manier gedaan. Nu je verder bent, hè, nu, je komt er ook wel eens tegen in het burgemeestersambt, zit je daar toch anders in. Breng natuurlijk ook de ervaring mee, hè, ben 20 jaar advocaat geweest. Maar als ik daarna kijk, dan denk ik specifiek aan die zaken. Ja. Het siert u wel dat u er zo ook over denkt. Misschien was ik te jong. Het geeft wel ook aan dat u ook wel gewoon kritisch op uzelf daarin kunt zijn. Ja, ik heb in dat opzicht geen last van zelfreflectie. En ik vraag gewoon de mensen om me heen om mij te corrigeren op momenten dat ik denk dat ik het goed doe. Ja. Maar dat vooral niet goed doe of dat dat anders ervaren wordt. Ja. Omdat ik denk dat je die zelfreflectie en die kritiek naar jezelf toe, die moet je pakken. Omdat ik denk dat je dan nog beter kunt presteren. Hmm. Ben dus ook niet bang om kritiek te ontvangen. Kijk, kritiek krijgen is nooit leuk. Nee. En dat iemand die zegt, oh, daar kan ik geweldig goed tegen. Nou, daar geloof ik heel weinig van. Ja. Dus het raakt je wel. Maar dat raken, dat moet niet zo zijn dat dat omslaat in van, nou ja, met die wil ik niet meer samenwerken. Je moet dat ook proberen. Hoe zeggen ze dat altijd zo mooi? Ja? Als je een vinger naar iemand uitsteekt, hoeveel vingers wijzen dan ook naar jezelf? Ja. En ik denk dat die filosofie enorm goed opgaat. Ja. Dus ben niet bang om dat te incasseren. Nee, dat siert u. U gaf net zelf al aan de stap naar burgemeester. Werd u wakker en dacht u op een gegeven moment, ik word burgemeester? Of werd er, hoe ging het traject richting Landgraaf? Ja, dat was een heel apart traject. Ik probeer het zo simpel mogelijk te vertellen. Op een gegeven moment ben ik gevraagd. Vanuit een bepaalde politieke groepering om met een raadslid in Heerlen te gaan praten. Mm-hmm. Dat had ermee te maken dat men niet zo goed met een andere partij overweg kon. En men had al heel veel geprobeerd. En ik was inmiddels advocaat in Heerlen. En men had het idee van misschien moet iemand vanuit een andere wereld eens een keer daarover gaan spreken en praten. Mm-hmm. Een andere wereld bedoel ik bedrijfsleven. En dat is gebeurd. En dat het gesprek was op een gegeven moment een einde. En aan het einde van dat gesprek zei dat raadslid tegen mij, jij moet eens kijken naar die vacature. Waarop ik zei, welke vacature? Ja, het is een vacature. Ze zoeken een ondernemende burgemeester in Landgraaf. Waarop ik echt letterlijk heb gezegd, je bent knettergek.
Ik ben geen raadslid geweest. Nou, maar dat was mijn volgende vraag inderdaad. Ja. Hoe moeilijk is het om burgemeester te zijn als je dat allemaal niet als achtergrond hebt? Ja. Maar ja. U ging solliciteren. Ja, dus, maar dan rij je naar huis en dan denk je op een gegeven moment van... Wat houdt dat nou eigenlijk in? Wat moet je daar dan voor gedaan hebben? Ja. En raakte dat toch wel door geïnteresseerd. Toen heb ik wat gelezen. Ik heb ook even gekeken naar de profielschets voor Landgraaf. En ik had het gevoel alsof ik een lezer was. En dat ben ik. Ja. Dat wat ze nu vindt, dat ben ik. Of dat doe ik. Of ja, dat heb ik ook gedaan. Dat past bij mij. En ja. En ik was ook in bestuurlijke zin actief. Ik was voorzitter van de Raad van Toezicht van Innovo. Een van de grootste basisschoolkoepels in het zuiden van het land. 59 basisscholen waren dat toen. Ik was zeker secretaris MKB Parkstad. Dus ik zat wel... Qua bestuur wel wat ervaring op. Precies. En ik was in het bestuur van de Vastelovendsvereniging van Heerlen. Wiens naam ik hier in deze regio nou maar even niet uitspreek. Dus dan hebben we dat goed gecorrigeerd. Komt helemaal goed. In ieder geval, dus bestuurlijk wel actief. En toen, daar kom je eigenlijk tot het verhaal. Ik ga schrijven. Ja. En op een gegeven moment word je gebeld door het provinciehuis. Dat was destijds gouverneur Frisse die met je wilde praten. En die begon meteen van, zou je niet solliciteren om een wat kleinere gemeente? En hoe kom je tot dat idee? En goed. Nou, en ik zei nee, ik herken mij in deze profielschets. Ja. En volgens mij heeft hij dat ook zeer positief opgepakt. Want hij heeft me ook doorgezonden naar de betreffende vertrouwenscommissie. En op een gegeven moment ben ik gebeld voor een gesprek. En ik denk, ik moet niet gekker worden. Nou, toen ben ik op gesprek gegaan. En vervolgens kreeg je te horen van, u hoort nog van ons. Hè? Een hele korte tijd. En dat was heel snel. Al was na een paar uur dat ik daar vertrokken was bij het gesprek. Werd ik gevraagd om in diezelfde week toch weer te komen. En daar ben ik naartoe gegaan. En had toen helemaal niet in de smiezen dat ik bij de laatste twee zat. Oh ja. Daar ben ik pas achtergekomen tijdens het gesprek. En vervolgens werd gezegd, ja, als we met u doorgaan. Dan gaan we nog wat gaan we een ontwikkelassessment met u doen. En 's middags werd ik al gebeld dat ik dat ontwikkelassessment moest doen. Ging aan één keer allemaal heel snel. En vervolgens bleek dat ik voor de maandag een smoes moest gaan verzinnen waarom ik niet op kantoor was, want ik moest naar Utrecht. Ja, ja. En op de woensdag, ik had dat assessmentrapport gezien. Ik denk, nou, dat is het beste rapport dat ik ooit van zijn leven gemaakt heb. Tenminste, dat wat ik las, denk ik van, nou een mooie waardering. Ja. En vervolgens, op de woensdag, toen heb ik gebeld met... de provincie, met de kabinetschef. En die zei, en toen zei ik van, hoe staat dat er nou voor? Want ik weet niet hoe het loopt, hè. Mm-hmm. Ja, dan zegt hij, volgens mij wordt het tijd dat u gaat bellen met de griffier van Landgraaf. Dat heb ik gedaan. En toen kreeg ik te horen dat ik die avond unaniem door de vertrouwenscommissie zou worden voorgedragen. En ik kreeg ook te horen of ik al een digitale pasfoto wilde opsturen. Omdat vrijdag hadden ze dat nodig voor de persberichten. Want ja, dat zou toch wel goed gaan. Zo is het ook gelopen. Oh, wow. En toen op de vrijdag hadden wij een eindfeest op de basisschool van mijn kinderen. En ik had mij opgegeven om de bonnenverkoop te doen. Dus, en op een gegeven moment moest ik dus dat bonnenverkoop, daar moest ik mee stoppen. Want ik moest dus naar huis, omdat daar berichten zouden binnenkomen. En ik weet nog dat we de kinderen hebben meegenomen, maar we hadden die kinderen helemaal niks verteld. Nee. En mijn dochter was toen in de absolute puberteit. En mijn zoon wat jonger, dus die... Dat viel dan weer mee. En op dat moment kwam dat telefoontje. Toen hebben we de kinderen mee naar boven. Die waren boven. En toen die waren een beetje boos dat ze weg moesten van het feest. En toen hebben we verteld wat er ging gebeuren. Nou, papa was burgemeester. Ja, dat werd door mijn dochter dus niet in dank afgenomen. Want ja, als puberdochter wil je toch weten wat... dan ben je mee beslissen daarover. Even voor de beeldvorming. Wij zijn 1,3 kilometer verhuisd. Toch wel. Dat was heel veel. Dus ja. Dat was heel ernstig. daar zit wel een mooie anekdote aan vast. Ik denk dat het wel leuk is om te horen. Ja. Want de oud-burgemeester van Heerlen, Twan Grezel, geboren overigens in Weert. Die merkte dat ze, dat dochterlief toch wel teleurgesteld was over het niet mee mogen beslissen over dit verhaal. En toen heeft zijn echtgenote ervoor gezorgd dat ze tot bedaren kwam. En heeft meneer Grezel ervoor gezorgd dat ik de dag daarna een iPod moest gaan kopen. Want hij zei tegen Judith, want zo heet mijn dochter,
dit is jouw kans. Wat wil je nou het liefste hebben? Waarop het antwoord was een iPad. Of een iPod was dat toen. Hè? Weet je wel, alleen de muziek. Alleen de muziek. Ja. En dat betekende dat ik de dag daarna bij een vrij grote winkel, wiens naam we dan maar niet hier gaan noemen. Vervolgens dat ging kopen. Ja. Die anekdote blijft me wel bij. Ja, heel grappig. Met uw goedkeuren ga ik even een stapje in de tijd maken. Gaan we naar 2021. U hoorde dat u burgemeester van Weert mag worden. Ja. Uw eerste gedachte. Trots, dankbaar. En ja, ik was zo blij. Dat, ja, heel erg blij zelfs. Ja, en dan is die... gewoon puur voor mezelf. Wist u op het moment dat het aan de gemeenteraad werd voorgedragen, wist u toen al dat u burgemeester zou worden of nog niet? Nee, want dat is dan nog ongewis. Hè. De gemeenteraad beslist. Mm-hmm. En de gemeenteraad krijgt gewoon altijd twee namen. En dan is het uiteindelijk nog waarvoor men dan gaat. Hè. De vertrouwenscommissie doet een voordracht. Geeft aan hoe zij daarover denken. Mm-hmm. En dan blijven we toch even afwachten. Ja. Tijdens uw installatie mocht u ook een speech geven. Een toespraak houden. Ja. U kwam met 11 punten. 11 punten, hieraan gaat u mij herkennen. Hieraan, dit is de burgemeester die ik wil zijn. Ja. Kom zo even op die 11 punten. Ja. Als ik u nu puur zou vragen, wat voor burgemeester zou u graag willen zijn? Wat zou uw antwoord dan zijn? Open en transparant. Twee woorden. Ja. En daar zit eigenlijk alles daarin. Ja. Ik vind het soms een beetje raar dat een burgemeester niet gekozen wordt. Ja, uiteindelijk zitten in een vertrouwenscommissie zitten mensen die gekozen zijn door de inwoners. Ja. Heeft u daar zelf nooit over nagedacht? Nou ja, of dat niet bijzonder is in zo'n situatie? Ja, ik vind hem eigenlijk niet erg bijzonder. Ik denk dat de wijze waarop nu de aanstelling geschiet goed is. Mm. Maar ik kan mij wel voorstellen dat er ook soms behoefte is aan een gekozen burgemeester, laat ik zeggen, door de bevolking. Ja. Maar als je daaraan begint, dan moet je dat wel goed doen. En daar bedoel ik het volgende mee. Dat betekent dat ons hele democratisch bestel op een andere manier moet worden ingericht. En dat heel vaak hoor je, als we nu een gekozen burgemeester hebben, dan gaat het allemaal beter. Nou, dat kan en dat mag. Maar ik ben daar op dit moment geen voorstander van, omdat ik denk dat men de gevolgen daarvan niet goed in beeld heeft. Ja, het is veel meer dan Het is veel meer dan. Ja. Ook gelet op de wettelijke taken die een burgemeester heeft. U hoort mij dus niet zeggen dat ik absoluut tegen die gekozen burgemeester ben. Maar de navolging daarvan, want de meeste mensen weten bijvoorbeeld alles niet, dat dan meer dan 150 wetten gewijzigd moeten worden. Ja. Alleen al die. Ja, dat is, ja. Omdat daar de burgemeester een positie krijgt in welk een bepaald artikel dan ook. Ja. En ik vind dat we eerst eens een keer goed met elkaar moeten doorspreken, doorleven wat wij nu als samenleving willen. Hoe we dat openbaar bestuur ingericht wensen te zien. Dat gaat ook verder natuurlijk dan alleen de regio. Dat exact, gaat veel verder. En ik denk dat die discussie, waarvan ik merk dat die ook echt gevoerd nu wordt. Mm-hmm. Op wetenschappelijk niveau, via het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters, binnen de Tweede Kamer, binnen de politieke partijen, dat een goede zaak is. Ja. Maar ik zou wel voor willen maken, geen onderdachte dingen. En ik denk dat op dit moment, zelfs in de pandemie waarin we ons bevinden, het misschien wel goed is dat de burgemeester boven de partijen staat. Dat denk ik ook. En dat nu, zeker in zo'n situatie, het even verstandiger is om ons te richten hoe wij zonder al te veel kleerscheuren, en of dat nou gezondheidstechnisch is, economisch gezien, sociaal gezien, dat we uit dit verschrikkelijke tijdperk geraken en we daarna weer eens een keer op andere zaken onder deze discussie ons gaan focussen. Ja. Nou, laten we even hebben over die 11 punten. Uw eerste punt. U wilde een dienend leider zijn, bekend met het verenigingsleven. U staat bekend als bevlogen persoon. Hij wil de goede verbinder zijn. Hoe ziet u dat voor zich? Bijvoorbeeld op sportgebied. Weert heeft al meer dan 80 sport en bewegen. Ja. Meer dan 80 verenigingen. Wilt u langs al die verenigingen langs gaan? Gaat u bij iedere vereniging een handje schudden? Of een elleboog? Tegenwoordig is elleboog. Ja. Nou, u zult het niet geloven, maar dat is wel mijn bedoeling. Oké. Okay. Maar dat ga ik nooit in een jaar raden. Uiteraard. Maar het is wel de bedoeling. En ik wil eigenlijk die uitnodiging teruggeven. En ik maak er gewoon hier gebruik van. Ja, tuurlijk. Is van, mensen, laat mij uw Weert zien. Zodat het ook dadelijk mijn Weert is.
Dat, ja. is het, dat is het wel geworden. Maar ik ga, het zou heel vreemd zijn als ik hier nu zit te zeggen, ik ken de gevoelens van de Weertenaren. Dat is gewoon niet waar. Nee. Maar het, ik zou het wel heel graag willen worden. Ik heb dat ook in mijn slotwoorden gezegd. Ik ben weliswaar niet als Weertenaar geboren. Hmm. Maar ik zou het wel heel graag willen worden. En dat kan ik alleen maar worden en voelen en proeven als ik daartoe uitgenodigd word door de bevolking. Hmm, ja, nou. Ik zie dit als een mooie uitnodiging. Zo is dat een sollicitatie na. Ja, zeker. En nummertje 2. Sturen op proces, maar als het nodig, knopen doorhakken. Ja, goed, komt dat ook uit de advocatuur? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je dat wel meekrijgt, omdat je toch... in dat opzicht verschil ik soms wel eens van andere burgemeesters door dat ik sommige dingen ook heel zakelijk aanpak. Ja. Dat wil niet zeggen dat ik geen gevoel heb voor andersdenkend... emoties die daarin spelen. Maar wat ik wel graag zie is dat we ook soms een punt moeten maken om weer de volgende stap te kunnen zetten. Ja. En dat betekent, en ik heb het vertrouwen ook wat ik nu heb gezien, zowel in de gemeenteraad als bij het college, dat daar een goede ploeg zit aan de zijde van het college, maar ook hele bevlogen gemeenteraadsleden die alleen maar het beste voor Weert eigenlijk voor hebben. Ja. En kan alleen maar waarderen. Nou, we zullen samen daar in de komende periode op ontdekkingsreis gaan. Ik vond het al prettig om te horen dat de raadsvergadering weliswaar lang heeft geduurd. Zelfs op 2 dagen. Ja. Maar dat men toch tevreden was over het optreden van de voorzitter in de sturing. En dat is de sturing die ik bedoel. Nee, ik laat het proces daar waar het is. Maar als het moet, dan wil ik wel eens op een, denk ik, vaak vriendelijke wijze even de bijsturing geven. Ja. Punt nummer 3. Openbare orde en de veiligheid krijgen een prominente plek. Ja. Is dat iets wat u als burgemeester heel wat in u zit, wat u vindt dat belangrijk is? Of is dat specifiek iets wat nu met Weert te maken heeft? Nee, dat is puur specifiek waarvan ik denk dat dat... het is ook een van de wettelijke taken van een burgemeester. Ja, nee, maar ik stel hem zo, omdat bijvoorbeeld oud-burgemeester Jos Heijmans, die had met zijn hart met een D en hart met een T, ja, had hij daar ook wel als belangrijk punt voor zichzelf gemaakt. Vandaar dat ik dacht, heeft dat specifiek iets met Weert te maken waarvan u zegt, ik kijk van een afstandje ernaar en dat kan beter? Of hè, u zegt nu, het past specifiek bij mijzelf als burgemeester. Ja, precies. Maar ik heb daar ook nog geen waardeoordeel over. Ik ben wel vanochtend met de wijkagent mee geweest binnen het centrum. En ik sta er toch van te kijken dat de wijze waarop ze toch bezig zijn, ondanks de schaarste onder politieagenten, ja, hoe ze dit aanpakken, groot chapeau. Ja. Ja. Punt nummer 4. We kiezen de weg van de verbinding. Ja. Wie wilt u gaan verbinden? Iedereen. Iedereen. Ja, met iedereen? Of? Nou, het hoeft niet met iedereen, maar wel de partijen die met elkaar verbonden moeten worden of willen worden. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. En niet alleen ik, maar ook het college. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk ook een heel logisch punt wat goed, burgemeester hoort. Nee, ja, ik moet u in dat opzicht aangeven. Ik heb nog nooit een profielschets gelezen waarin niet het woordje netwerken en verbinder in voorkomt. Ja. Want ik denk niet dat we een profielschets zien. Wij willen een burgemeester die de mensen van elkaar drijft. Dat, volgens mij is dat niet de bedoeling. Nee, uiteraard. Punt 5. Belangen van de leefgemeenschap intern en extern verdedigen. Aanwakkeren, ambassadeur van zijn en mijn netwerk integer inzetten. Ja. Vind ik een mooi punt. Ja. Wat u zo benoemt. Wat is nou het belang dat het extern ook, dat u daar als ambassadeur voor staat? Kijk, wat ik daarmee bedoel is dat, en het gebeurt gelukkig ook niet, dat Weert niet in een eiland terechtkomt. Weert heeft heel veel te bieden. Zowel intern, maar ook extern. Mm-hmm. En als je de visie 2030 leest, dan zie je dat daar ook aandacht voor is. En ook in mijn gesprekken die ik gevoerd heb, is daar nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Ja. Omdat door de verbinding en de samenwerking we zeker voor onze bevolking hier het optimale eruit zouden kunnen halen. Nou, en vandaar die opmerkingen. Ja. Nummer 6. Vanuit de coulissen werken, mensen coachend in hun kracht zetten. Ja. Dat is wel eentje waar ik dacht. Ik dacht even terug aan een jaar geleden. Ja. Toen kwam het Berenschot-rapport hier en Weert naar buiten. Was toch ook wel kritisch op de soms wat weinig ervaren het bestuur in Weert. Is dit specifiek daarop gericht? Nee. Dan? Nee, want zo heb ik ook een landgraaf geopereerd. Ja. Wat ik namelijk wil is, kijk.
Maar het past wel heel precies. Het past wel heel goed in. Hè? Ook als u het hiervoor al deed. Het past wel heel goed bij mensen die misschien nog niet zo ervaren zijn in het besturen. Als u als ervaren bestuurder kan coachen, komt het wel als geroepen. Ja, oké. Okay. Maar dan ga ik op de eerste plaats een punt maken dat ik vind dat er al heel ervaren bestuurders zitten. Oké, okay. Ja. Dus dat is het eerste compliment wat ik wil weggeven. Ondanks dat ik nog niet zo lang nu hier in... in dienst ben, laat ik het dan maar zo zeggen. In het ambt ben als burgemeester van Weert. Nee, ik denk dat het namelijk zo is. Kijk, we hadden het net over die gekozen burgemeester. En de situatie is dat zij gekozen zijn door de bevolking. Ja. En zij behartigen een aantal portefeuilles. En zij dienen daarmee aan de slag te gaan. En niet de burgemeester dient daar op de voorgrond te treden. De burgemeester is wel overal heeft hij de positie. Ja. Dat klopt. Maar ik wil net het college, maar niet alleen het college, ook de gemeenteraad, in hun kracht zetten. Want zij vertegenwoordigen die gemeenschap. Ja. En ze moeten samen luisteren naar die gemeenschap en die gemeenschap uitdragen. Ja. En de burgemeester die heeft daar zijn eigen rol in. Je hebt ook namelijk het college van BMW. Maar je hebt ook de eigenstandige positie als burgemeester. Noem het maar het instituut burgemeester. Ja. Ook weer in de wet vastgelegd. Ja. Als mensen niet zitten te wachten op gecoacht te worden? Ja, dan worden ze niet gecoacht. Ja, dat is zo simpel is het. Ja, dat is zo. Ja. Maar wat is coachen? Dat is ook een heel breed begrip. Uiteraard. Het zijn welgemeende adviezen altijd. Ja, precies. Ja, je gaat niet zitten van... Laten we eens even gaan zitten, want... Nee. Nou, burgemeesterrol pakken nummer 7 lijkt mij logisch. Ja. Of is het niet zo logisch? Nou ja, niet iedere burgemeester laat zich prominent zien. En met prominent zien is dat hij zich begeeft onder zijn bevolking. Ik ben een type die regelmatig, ik probeer zo snel mogelijk hier te komen wonen. Wat nog een hele opgave is, ja. Overigens. Maar dan vind ik dat ik ook die betrokkenheid moet tonen. Ja. En daar streef ik naar. Dan gaan we naar punt nummer 8. In mannetje staan op het moment dat het gewenst is. Rekening houden met de gemeente. Ja. Als het moet. En ik moet naar voren treden in ook ongelukkige momenten. Ja, dan zal ik er zijn. Ja. Ja, ik ben niet alleen burgemeester in goede tijden, maar ook in slechte tijden. Punt nummer 9. Boven de partijen staan in goede en minder goede tijden. Hoeder van de integriteit niet uit het oog verliezen. Kom ik toch heel eventjes terug bij dat Berenschot-rapport. Dat zal u allicht ook meegekregen hebben, ja. Vorig jaar toen het speelde. Wat neemt u... we gaan het niet hebben over wat daar gebeurd is. Dat is allemaal gebeurd en geweest. Maar wat neemt u mee uit die periode naar het feit dat u nu burgemeester bent van Weert? Ik ga het volgende antwoord daarop geven. Ik vind het heel vervelend wat hier gebeurd is. Omdat het hele proces alleen maar verliezers kent. En ik zal me inzetten om in ieder geval dat verlies en ook mensen die echt gekrenkt zijn. En dat ook zo voelen. Maar dat is een gevoel. Uw gevoel kan een ander gevoel zijn dan de mijne. En dat is misschien ook wel maar goed ook. Maar ik streef ernaar dat we die periode samen kunnen gaan afsluiten. Ja, want ik weet dat er onder de mensen die in Weert wonen. Dat er heel veel mensen die hebben gezegd. Ja, die mensen op dat gemeentehuis. Die kunnen we niet meer vertrouwen. En daar gaan ze weer met z'n allen. En nu wel dus wel echt proberen om dat gevoel te gaan herstellen nadat mensen weer vertrouwen krijgen in wat er daar gebeurt. Ja, maar daar vraag ik ook iets anders voor. Want de mensen die dat zeggen, en dat zou ik nog best kunnen begrijpen, hoop ik wel dat zij zich openstellen voor zowel mij, mijn collega's, mijn collega-bestuurders en voor de gemeenteraadsleden om die volgende stap te kunnen maken. Dat jullie wel de kans krijgen om exact. Het weer te herstellen. Exact. Ja, mooi. Nummer 10. Samen ervoor zorgen dat Weert een bruisende stad blijft. Met hard werken, actief aandacht voor de regenboog. Dat het een regenboogstad is. Ja. En een breed verenigingsleven. Ja. Kijk, ten aanzien van de regenbooggemeente willen zijn. Dan, als je dat wil zijn, moet je het ook uitdragen. Hè? Dan moet je er ook voor staan. En ik denk dat goed geborgd is in ons college. Heel goed. Ik zeg ook, geniet van het leven.
Kijk naar welke periode we nu hebben gehad. Wat we toch allemaal gemist hebben. Zeker. En dan heb ik het niet over een festival wat we missen. Maar gewoon het samen zijn met vrienden. Dat gewoon beperkt werd. Ja. Gewoon het simpele, bij wijze van spreken, met 6 mensen om tafel zitten te eten. Waar iedereen paniekerig wordt. Kun je dat wel doen? Kun je dat niet doen? Als we die haast basale zaken weer eens een keer kunnen pakken. Kunnen we misschien, als we dan de volgende keer met die 6 man eten, nog meer genieten. Ja, en zonder meer. En nummer 11. We krijgen de vastelovend er gratis bij. Ja, dat vond ik mooi. Ik denk, ja uiteraard. Ik moest afsluiten. Ik moest op die 11 uitkomen. Ja. Goed, is algemeen bekend welke posities ik heb ingenomen. Ja. En ik verheug me gewoon op het feit dat ik nu bij een van mijn oude lidverenigingen, het zijn nog steeds lidverenigingen, want ik mag dan erepresident zijn, dat ik daar dan opperhoogsteker mag worden. Ja. Ik weet nu wel niet, ik heb nu ook daardoor een gigantisch probleem, want ik heb nu iets van 6 of 7 steken. Ik weet dus niet meer welke ik nu moet op gaan zetten. Ik krijg erevoorzitter van de SLV, ik ben vice-president van de Nederlandse Europese Gemeenschap, dus de overkoepeling. Dan krijg ik nog een het wordt lastig. Het wordt lastig, ja. Als je een keer nog hulp nodig heeft met kiezen, dan weten we mij te vinden. Nou goed, dat maken we dan maar als een item van. Ja, dat lijkt me een goed idee. Toen zei u, laat vanuit dorpen en het centrum weten dat mensen, als ze me nodig hebben, als ze me willen, dan moeten ze me kunnen vinden. Hoe is dat uitvoerbaar? Gewoon. Bent u in de stad te zien? Ja, maar ook op het platteland. Ik ben ook al, voordat ik hier, laat ik zeggen, officieel geïnstalleerd werd. Ben ik met mijn vrouw al in de buitengebieden gaan wandelen en ben ik ook meteen herkend. Dus wat de media heeft er werk in het begin heel erg goed gedaan, hoor. Dus dat, en de social media werkt daarbij ook natuurlijk. Ja, je bent net met de wijkagent van het centrum door de stad gelopen. Ja. Dan ook die herkenning? Jawel. Maar we zijn nu ook niet alleen gelopen, maar we zijn ook gereden om even snel een aantal gebieden met mij samen te verkennen. Ja. Nou was dit een eerste kennismaking met burgemeester Raymond Vlekken. Wat zou je zelf nog heel graag willen aangeven? Hebben we iets gemist wat toch wel wezenlijk is wat met u te maken heeft? Waarvan u zegt dat moeten de mensen uit Weert moeten dat weten? Nou nee, ik denk dat ik nog wil zeggen dat ik erg trots ben dat ik nu uw burgemeester mag zijn. En ik zou zeggen, pak de handschoen op, laat mij weten. En ik zal proberen zo snel mogelijk eens een keer een afspraak te maken. Ja. En wat ik ook zei, schroom het niet om mij gewoon op straat aan te spreken. Ik kan daar wel iets leuks zeggen. Ik was, geloof ik, net was het bekend. Toen ben ik met mijn echtgenoot hier geweest, samen met mijn dochter. En toen merkte mijn dochter op van, je bent herkend. En vervolgens kwamen die mensen, toen ik richting auto liep, naar me toe met de vraag, bent u het nou of bent u het niet? Ja. Waarop ik zei, ik ben het. En wat ik nu heel erg leuk vind, is dat mensen konden per e-mail iets inzenden. Ja. Ja, en het betreffende echtpaar heeft mij een felicitatie toegezonden per e-mail met de mededeling, wij zijn dat van toen. Wat leuk. Wat mooi. En dat is heel erg chic. Kan ik enorm waarderen. Ja, nou, ik denk dat, dat praat ik nu namens mezelf, maar de eerste indrukken die ik ook van u krijg in de gemeenteraad, die zijn positief aan aanpakken. En ik denk dat we met z'n allen erop staan te wachten hoe dit verder zal gaan. Dank in ieder geval nu voor uw tijd. En laten we zeer snel ook nog een keertje bijpraten. En dan ook over de inhoud gaan hebben. Over dat wat er in Weert gebeurt. Dankjewel.